Zeg Jolien, wordt het niet eens tijd dat je zijn man gaat zoeken? Maar alleen maar zeg. Ik ben toch perfect gelukkig nu? En trouwens, ik heb u toch? Dus wat heb ik daar nog meer nodig? Een man. Ja. Ofwel zoek jij iemand, ofwel zoek ik iemand voor u. Doe wat je niet later kunt, hè. Ik ben door. Salut, hè. Zie maar dat je er straks goed uitziet. Oei, waarom? Je hebt een date. Wat? Mama, wat heb je nu gedaan? Dating site. Sip, als jij niet wilt, zal ik wel gaan om te zeggen dat je niet komt. Ja? Goedenavond. Goedenavond. Ja, en u bent? Sorry, ik ben de mama van Jolien. Mag ik er even zitten? De mama van Jolien, ja. Ja, doe maar. Om eerlijk te zijn, ik heb die date voor Jolien geregeld. Maar mijn dochter kon onverwachts niet komen. Het is echt zo'n aardige man voor u. Ik heb zelfs al een nieuwe afspraak gemaakt. Dat is goed voor u, hè, mama. Maar je weet dat ik niet ga. Je gaat wel. Mama! Ik ga niet. Oké. Amaya, het was precies plezant gisteren. Je ziet er zo blij uit. Ik heb deze avond opnieuw met hem afgesproken. Leuk. Je kunt toch niet, hè? Weet je, ik zal wel gaan vanavond. Ik heb geen plan, dus dat komt eigenlijk nog goed uit. Zeker? Ja, dat is goed. Maar ik ben er eens vandoor en misschien tot straks, hè. Ja. Dag. Hey, dag jullie. Hallo. Ik had uw mama vermoord. Ja. Hallo. Is het oké dat ik erbij ben? Ja, zet. Hey, dag mama. Nog wakker? Ah, dag Jolien, hoe was het? Mama, je hebt gelijk. Het was echt een schat van vent. Ik heb het je toch gezegd, hè? Ja. Mama, als je hem wilt zien, hij wacht buiten op je in de auto. Echt waar? Ja, ga maar.